zijn bij het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. Waar de start straks wordt gegeven voor de 5e wedstrijd van de Nederlandse Loterij Clubcompetitie. Ramon van Bokhoven is nog altijd leider. Dat zie je eigenlijk al vanaf de tweede wedstrijd. In de grote omloop. Dus Paul Strijdhuizen. Hij draagt vandaag een NATO-sport jongerentrui. Sven Kramer is weer van de partij. Hij komt zijn kilometers maken. En laat eigenlijk al jaren de paren van de Veluwe. Hier ziet u de route in beeld. Eerst door het bos en later langs het Veluwe Meer. Als de renners losgaan, wacht een lange neutralisatie. Het eerste stuk is beschut door het bos. De renners zullen in het begin geen last hebben van de wind. Toch staan ze allemaal te springen om te koersen. En als het sein gegeven wordt, wordt er direct tempo gemaakt. De eerste aanvaller komt van de peddelaars, maar hij krijgt nog geen ruimte. De wegen worden wat smaller en dat vraagt eigenlijk wel om meer koers. En dan gaan we Marien Bogert, we kennen hem ook nog van de vorige koers. Namens Alink de IJsselstreek en ook Eden Petersen, Australië van John Deere MWVG. Die gaan er vandoor met z'n twee. En ze slaan eigenlijk direct een kloof. Peloton laat begaan. Al geeft nog niet iedereen zich gewonnen. Michael Stam die slaat eigenlijk aan vanuit de achtergrond. Hij is de laatste die daarin slaagt, ook al zouden later anderen het nog wel proberen. De drie werken heel goed samen. En daarom kom ik bijvoorbeeld deze man er niet meer bij. En daarachter vind ik het peloton eigenlijk wel goed. Men weet pas dat het echt gaat koers wordt in op het allerlaatst. Marien Bogert uit de streek, hij komt uit Kootwijk. Zo, hij rijdt even op kop. Hier zien we Michael Stam op kop rijden. Die zouden 3 minuten voorsprong bijeenrijden. En dat bleef eigenlijk heel lang het geval. Maar dan opeens schiet het peloton in gang. We zien hier ook wat meer open stuk. Langzaam mijn hand werd het peloton iets van de marge af te knabbelen. En dan weten de drie voorin al hoe laat het is dat men eigenlijk niet vooruit gaat blijven tot het allerlaatst. Nieuwe poging van een eenzame vluchtelaar. Ook hij zou er niet in slagen de sprong te maken. Eden Petersen kijkt om zich heen en zal later de prijs voor de strijdlust ontvangen. Hier in het achterste wiel. Tempo schieten we hier weer omhoog in het peloton. Weer een renners sprong te maken en dat lukt ook. Martijn Knol geeft de aanzet, die steekt als eerste met 3 man over. Later zouden 21 man op kop komen te rijden. De groep die u net zag gaat al de aansluiting maken. Eerst deze 3 met Martijn Knol en nog een ploeggenoot van de Kannibaal. En dan zit vlak daarachter al een groep die aandringt. Maken hier de oversteek, maar het peloton heeft ze ook nog lang niet gewonnen. Lijkt dan nog kansrijk. En ze zouden eigenlijk heel lang op dezelfde achterstand blijven rijden van de koplopers.
meeste ploegen waren wel met meerdere mensen vertegenwoordigd. En daardoor werd het van het peloton lang niet aangedrongen. Maar ook de verstandhouding voorin is nog niet helemaal goed te noemen. Het gaat een aantal keer uit elkaar in de buurt van Elburg. In die kopgroep dus nog altijd drie vluchters van het eerste uur. Stam, Petersen en Marien Bogert. Er komt Harderwijk in zicht en er zijn er drie andere mensen weggereden. We zien hier Max Kroonen. Hij wint de paden van de Veluwe voor Jarno van Menigmeijer en weer Marien Bogert. En daarachter is het peloton teruggekomen en Ramon van Bokhoven die sprint hier van voren en behoudt dus net zijn trui. 30e editie. Max Kroonen, Jarno en Marien. Top, net als vorige week was het spannend. En we komen nu gelukkig wel terug op het einde. Maar het was heel de koers al afwachten, zeg maar. Nog wel geprobeerd om er naartoe te springen, net niet gered. En ja, vanaf toen besloten van hopen dat het dicht gaat. En gelukkig werd het net dicht gereden. Ja, ik miste wel een beetje de laatste bocht. En het is natuurlijk lastig omdat je niet eerder hier komt. En het is een nieuwe finale, dus ik kende hem ook nog niet. Dus, maar ik denk dat iedereen daar ook last had. Ik denk dat mijn enkeling echt de finale een keer gereden heeft of gezien. Maar er zaten er drie voorop, dus het ging niet om de winst. Dus dat scheelt het weer een boel. Supermooi natuurlijk om als eerstejaars hier de overwinning te kunnen pakken. Op de laatste paar kilometer zag ik Nick van der Meer komen. En hij maakte helaas net niet de aansluiting, maar daardoor kon ik wel ideaal pokeren door in het laatste wiel te gaan zitten en het uiteindelijk op de sprint laten aankomen. Nee, we pakten nooit een grote voorsprong. We draaiden niet, in het begin zeker niet heel lekker. En uiteindelijk viel het peloton toch stil en konden we uiteindelijk toch genoeg voorsprong pakken om weg te blijven. Ja, het is heel mooi om het met elkaar uit te kunnen spelen. En vorige week is het dan Gert-Jan en deze week ben ik het. Maar het is super mooi om dat zo met samen te kunnen doen. Nu je deze zege hebt geboekt, waar hoop je nog meer op dit seizoen? Ja, ik hoop nog meer goede, mooie podiumplekken te rijden natuurlijk. En, dat is uiteindelijk wel een beetje het doel. Toch al mooi meedoen voor de overwinning en zeker met de ploeg. Actually thought that the peloton would catch us because we weren't working too well together. But the pace was still quite high. So. But it was unfortunate that I was the only rider been that front group. So I really had to play my card smart. Unfortunately, I can't follow every move and I had to let that last break go. But I was in a bit of an awkward position and I couldn't follow straight away. So it's a bit unfortunate, but no, I was able to follow most of the attacks and I had a really good feeling at the end after being in the break all day. So I have to take the good stuff out of it and move on to the next races.